Jeffrey, en vandaag gaan we iets nieuws doen. Ze hebben een plan gaan over mijn foto's van vroeger. Die ik zelf even niet weet, maar zo weet je, oh, zo jong, zo klein was ik. En ook van hoe groeit ben. Maar allereerst gaan we mijn eerste foto's van. Dat is allemaal hierin. En ik heb allemaal hier pijn op, dus over ben ik zoeken. Maar allereerst even anders, maar jullie niet even denken. Hier moet je even van, een beetje van schrikken, want anders weet je zelf dat ik net geluk had. Dan moet je even denken, dat ik dit geluk had, want dit is eigenlijk door een krant geweest, en serieus op een krant geweest. Dat was heel spannend, want dit, als je dit ziet, dit jongetje, zou niet geboren worden. Dat was ik. Want de dokter zei tegen mijn ouders, was, ik weet niet wat er gebeurd is, maar heel raar, de dokter zei, je moet een kind weghalen. En mijn ouders zei, nee, we houden je kind vast. En toen was het dikke ruzie. Nee, de dokter zei, je moet een kind weghalen. Nee, mijn ouders zei, nee. En dikke ruzie steeds en nog steeds, ik wil een kind weg. Nee, nee, ja, nee, ja. Oh my god. En tot dan denk ik, oké, zijn we dokters. Oké, maar ik kind levert. Nou. En toen kwam een keer. En toen was ik geboren en was ook op krant en was op programma's. Als je het niet weet, van 22 jaar geleden, nou, zelf, dit is bij mijn zus, mijn vader en mijn moeder. En ja, het is heel spannend vooral, maar nou, is ook vooral even al op. Maar dat biedt je dan te lang voor je, maar dit was de foto van het allereerste, op 30 juni 1994. Het is wel heel oud, maar deze wil ik wel bewaren. Maar nog steeds, wat was dat heftig? We gaan naar de volgende. Nou is voor foto's. Want zo vind ik zo, als ik dit allemaal voorzien, hoe klein was ik? Hoe groot was ik? Dat ook. Maar is het maar dikke blauwe duim als ik dan zeg, en we gaan met deze. Dit was ik. Holy man. Als je niet zelf niet weet hoe klein ik was. Had ik maar één tandje? Ja, je kunt het niet zien, maar ik heb één tandje en één van die kanten. Mama is mijn eerste. Even kijken, wat nog meer? Oh, mama, mama. God, god. Oh, er zijn twee. Hoe lang die haar is van mij. Dat is de allerlangste haar van mij. Als je ziet. Wow, oh, dit is nog kleiner, als je kunt zien. Hoe klein dat foto zijn? Even kijken, wat er meer? Er zijn zoveel foto's, ik heb zoeken moet. Oei, mens. Ben ik dat? Serieus, zo klein. Wat een oude stoel, een oude... Oude... Ja, ik weet niet wat er zijn. Zo oude spulletjes, als je ziet. Dat zie je bijna niet meer. Maar zo vroeger was dat. Oh ja, dit. Dit was met mijn thuis van mijn huis. Oh ja, ik zei mijn naam, Jeffrey. 4 jaar, toen was ik 4. Ah! Oh ja, deze is samen met mijn opa. Ja, je kunt het niet zien, een beetje is te licht. Maar dat was ik met mijn opa in de achtertuin, ik weet niet wat het maar was. Maar dit, oh ja, de soldaten dinges. Toen was ik 10 jaar, 2004. Hoe kan dat? Die, wat je die ziet, heb ik daar niet meer teruggevonden. Ik heb iemand gegeven, maar heb ik nooit meer teruggevonden. Die heb ik zo lang kwijt en nooit meer teruggevonden. Had ik soldatenpak aan, weet je, ik was vroeger gek op soldaten, was vroeger. Nou niet meer, nam ik binnen, nam ik weer YouTuber. YouTube. Dan heb ik helemaal
mijn video's. Oh, deze. Deze foto. Dat was ik 2002. Dat was ik 8. Kun je verschil zien mij in die foto? Hoe verschil dat nu is en vroeger? Even. Je ziet een beetje hier, een beetje hetzelfde lippen dan daar. Maar een beetje anders, maar hier heb ik dan, hier heb ik een beetje raar vlekjes. En dan hier, ja, ik weet niet gebeurd is, maar het is zo veranderd. En, oh ja, we gaan naar onze schoolfoto's. Goh, man, dat was de eerste keer naar school ging. En ook andere dingen. Dat was heel vroeg, ik weet niet hoe nu, er zijn zoveel van scholen. Heb ik hier tussen staan. Dus allereerst het Mickey Mouse met Minnie. Staat er over het boekje. Oké. Waarschijnlijk op deze val. Oké, allereerste keer. Kom. Cool. Allereerste keer foto. Oh. Dit ben ik. En dit zijn andere jongens en meiden. Ja, die namen. Daar maar tussen. Maar dit was ik heel klein. Misschien de eerste kleinste. Dat was de eerste keer misschien. Dat weet ik niet, maar zeker weten hoe klein het was. We gaan even roesje naar papieren. En we gaan het volgende even kijken. Maar dit zijn niet, ben ik niet. Ik sta niet tussen hier zo. Het zijn andere mensen. Of andere kinderen bedoel ik dan. Dit ben ik weer. Daar zo was ik nu aan wijs. Met iemand anders. En kijken wat er meer. Oh ja, oh no, oh nee, oh man. Dit ben ik. Hoe kleding zo anders. Kleding zijn beter. Dan vroeger. Oh nee, dit was ook school. Andere school was toen ik veel ouder geworden. En dan heb ik hier veel meer van school. Even kijken welke kies ik. Nou. Ja, doe deze eens keer. Ja, eens keer, nee, ik bedoel deze. Doe mijn schoolfoto. Man, toen is ook mooi weer, denk ik. En mijn haren zitten helemaal niet uit. En wat dan meer? Oh ja, deze school, ja, een verspelde school. Dat werd ik maar ja. Zet niet de datum op. Nee, een beetje oud foto's. Maar er zijn veel meer schoolfoto's gedaan hebben. Waar zat ik hier? Nee. Deze. Oh ja, ik zie al, ja. Ja, ik wil zo van dier, dat ben ik. Ja, je ziet niet goed, dat ben ik. Nummer 5. Ja, ik ga het even zoeken. Dat is ook niet moeilijk zoeken, want het zijn zo kleine foto's. Oh, deze. Oh, deze is muts. Dat is zo'n mooi jas. Dat is zo'n fijn jas. Ben ik aan het. Doe maar zeker ook even. Ja, ik had ook eentje met zo'n schep. Maar. Dan zie je misschien bij deel 2. Als ik het vind. Als je er willen. Nee, ik kan het niet vinden, helaas. Maar dit was ook de schoolfoto. Man, hoe klein ik was. Hoe niet klein ik was. Maar ik heb nog één foto waar ik echt aan het werk was. Maar hier zit. Kijk dan. Hoop ik. Ik zal zoveel proberen. Ik weet echt niet waar je allemaal zit. Dus. Even kijken. Kom op jongens. Waar ben je? Waar ben je? Even een blikje. Waar ben je? Waar ben je? Moet ik wel? Moet ik? Ah. Ja, ik heb hem. Ja, phew. Tijdje heb ik niet. Maar zo ben je top hier allemaal. Hemeling. Maar dit is het. Nu ook bezig met de kerstboom. Gaven. Uit de gaven. Hoe die schoen. Hé? Wat voor schoenen had ik aan? Dat wist ik allemaal zelf niet. Maar echt, was ik bezig. Maar dit zijn ze denk ik allemaal, even kijken. Oh, de allerlaatste. Oh, zo'n mooie, prachtige foto. Naast een kerstboom met een, ik zo met zo'n leeuw op.
Ja. Ja. Zo klein was ik. Maar als je het verschil kijkt, voorzeker als je het niet weet hoe die kleding eruit ziet. Maar je kijkt hoeveel stelden er staan. Je ziet nu dit. En vroeger had je dit. Man. Wat gaat het? Vroeger naartoe komt een heel ander kledingstijl. Mezelf van veranderd. Vroeger had ik dus helemaal geen bril op. Maar nu heb ik wel bril op. En dit was het. Zet een duimpje op en abonneer. En bedankt. Iedereen, als je deel 2 wil, zet een meer duimpje op. Dan ga ik morgen deel 2 doen van het vroeger van nu foto's. Dus bedankt.